afrit van de A27 bij Maartensdijk was met de regenval van maandagochtend 22 augustus te glad om de juiste koers te kunnen houden. Dit bemerkte de bestuurder van een Peugeot 206. Nadat hij over de witte blokken op het wegdek van de afrit was gereden, ging de wagen zijn eigen weg en belandde uiteindelijk tegen de ANWB-mast. De ambulance was snel ter plaatse en voor de zekerheid werd de chauffeur onderzocht, maar deze had verder geen verwondingen opgelopen. De auto, die net ingeruild was, werd door het sleepbedrijf vervroegd naar de dealer gebracht. Wil je vaker video's zien van RoTV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.